Ik zit hier vandaag bij advieskeuze.nl met Christian Bouter. En hij heeft als mooie slogan, alles begint met een keuze. Nou, daar wil ik het vandaag wel eens over hebben met hem. Dus Christian. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik wil heel graag de innerlijke ondernemer van advieskeuze.nl laten zien. Mm-hmm. En jou daarom wat vragen stellen. Ja. En nou, daar heb ik een aantal vragen voor ontdekt de afgelopen jaren. Die dat heel mooi naar boven halen. Mm-hmm. En de eerste is natuurlijk altijd waarom? Waarom doe jij wat je doet? Eigenlijk ben ik mijn hele leven al bezig om ervoor te zorgen dat er meer vertrouwen komt tussen mensen. En wij zijn met name gestart in de financiële wereld. Nou, daar ligt natuurlijk een enorm vertrouwensissue. Ja. En daarom zijn we daar gestart om eigenlijk alle dienstverlening van advieskantoren in Nederland transparant te maken. Online zichtbaar te maken wat de dienstverlening is, maar ook wat hun tarieven zijn. Welke medewerkers werken. En dat combineren we met alle ervaringen die consumenten hebben met deze financiële advieskantoren. Okay. Dus uiteindelijk moet het gaan groeien naar een soort zoever van de financiële wereld. Kijk. En daarmee hopen we ook dat het vertrouwen weer terugkomt in die financiële sector. Omdat we juist laten zien waar het goed gaat, waar mensen zich veilig kunnen voelen, waar mensen hun afspraken nakomen. Ja. En waar ze transparant en eerlijk zijn over hun dienstverlening. Mooi. Nou, mooi dat je ook de medewerkers erbij betrekt. Dus de medewerkers laat zien van de verschillende kantoren. Ja. Ik hou wel van persoonlijk zaken doen, daar gaat dit natuurlijk ook over. Dus, ja, het gaat om mensen. Ja. Het gaat om verbinden, het gaat om respect voor elkaar hebben, eerlijk zijn naar elkaar. Ja. En op die manier samenwerken. Ja. Ik vind het altijd leuk om in eigenschappen te praten van een bedrijf. En eigenlijk zie ik een bedrijf ook als een persoon. Ja. Dus wat zijn de drie eigenschappen van advieskeuze.nl? Nou, ik denk in één woord, wij zijn avonturiers, wij zijn pioniers. Avontuurlijk. Dat is een hele belangrijke. Mm-hmm. En daarnaast zijn wij in alles wat we doen heel betrouwbaar. Het derde element wat we heel belangrijk vinden is onafhankelijkheid. Okay. Dus geen commerciële belangen om bepaalde partijen voor te trekken. Echt op een hele objectieve, breed gedragen manier deze financiële wereld transparant en vergelijkbaar maken. Mooi, ja. Dus avontuurlijk, betrouwbaar en onafhankelijk. Ja. Het is wel een leuke combinatie trouwens, hè? Avontuurlijk en betrouwbaar, vind ik wel grappig. Ja. Dus, wat ik altijd wel interessant vind is, maar daar kunnen we het een andere keer over hebben, is hoe je dat dan ook in je uitstraling helemaal kan meenemen, die eigenschappen. En betrouwbaar is dan precies zo'n woord wat je eigenlijk nooit letterlijk zou moeten neerzetten, maar vooral moeten laten zien dat je dat bent. En dat, maar daar zijn jullie volgens mij heel goed mee bezig. Ja, dat ben ik heel met je eens. Ja. Nou, dan heb ik natuurlijk nog een derde vraag, ja. Dat had ik aangekondigd. En dat gaat over hoe doen jullie dat dan? Dus ja. Wat maakt dan dat zo speciaal, hoe jullie dat aanpakken? Onafhankelijkheid staat natuurlijk centraal bij ons. Mm-hmm. En daarmee creëren we een community van advieskantoren binnen de branche. Die eigenlijk hun krachten samen bundelen. Al hun klanten naar dit platform doorverwijzen om een review te geven. Ja. Zodat we van al die kantoren veel beter zicht krijgen. Ja, wat er allemaal gewoon goed gaat in de financiële wereld. Welke service ze verlenen, maar ook... Als er klachten zijn, hoe ze ze dan oplossen. Mm-hmm. Ja, het is en blijft mensenwerk. Ja. En dat is een hele belangrijke om een community te bouwen in die financiële wereld. Okay. Dus draagvlak in de financiële wereld. Dat is, dat is het eerste. Ja. Het tweede is ook die community te creëren aan de consumentenkant. Mm-hmm. Consumenten duidelijk te maken dat ze hun ervaring met elkaar moeten delen. Dat we elkaar moeten helpen om weer met vertrouwen een afspraak te kunnen maken met een financieel adviseur. Ja. Want dat is zo'n... Ja, dat heeft zoveel waarde als je gewoon je financiële zaken goed op orde hebt en het geregeld krijgt. En dat je een goede vertrouwenspersoon hebt waar je kan aankloppen als er zaken spelen. En het derde is, en dat is eigenlijk simpel, is om die communities bij elkaar te brengen. Mm. En dat betekent dat wij heel hard bezig zijn om zowel brancheverenigingen binnen die financiële wereld, marktpartijen, eigenlijk de brug te bouwen naar consumentenpartijen. Als je dat met elkaar verbindt, dan ontstaat eigenlijk een ideale wereld waarin mensen elkaar weer vertrouwen en gewoon weer met het veilige gevoel hun financiële zaken geregeld kunnen krijgen. Ja. Nou, het concept slaat nu eigenlijk zo goed aan dat we niet alleen die financiële wereld transparant maken, maar nu ook uitstapjes gaan maken naar makelaars, notarissen, advocaten,
Eigenlijk alles wat met advies en advieskeuze te maken heeft, gaan we transparant maken. Zakelijke dienstverlening eigenlijk, in de breedste zin. Ja. Ja. Dat klinkt als een prachtige missie. Dankjewel voor je mooie verhaal. Ja, dank je. Graag gedaan.